De das is een omnivoor en is vooral 's nachts actief. Hij leeft de meeste tijd onder de grond en in burcht. Die kan wel 10 ingangen hebben. Deze gangen kunnen wel 20 meter lang zijn. De grauwe borstel is een nachtvlinder. Hier is hij als rups. Het geluid wat u hoort is van een vale spotvogel. Een vogel die heel veel verschillende melodieën op zijn zang heeft. Hij imiteert ook andere vogels. De bosmuis met zijn grote ogen en oren is vooral 's nachts actief. Hoi.